Waylon. Eerst hoorde je Marit Larsen met If a Song Could Get Me You. En daarna Waylon. Waar heeft hij nou weer aan meegedaan? Was het niet X-Factor of Popstars of iets anders? Ik weet het niet. Waylon hoorde je in The Wicked Way. Ik kijk even naar buiten. Wow, volgens mij is het droog. Ja. En nu we toch over het weer hebben. Aan de andere kant van de lijn, in het prachtige Rode School, zit Jannes Wiersma. Jannes Wiersma, goedenavond. Goedenavond, Albert. Nou, wat brengt het weer ons in deze meteorologische herfst? Want die is volgens mij vandaag begonnen. Ja, daar heb je goed mee geïnformeerd, Albert. Vandaag is die begonnen en het weer gaat zich gelijk daar aan naartoe leggen, zeg maar. Want voor vanavond, na vandaag eerst wat regen, dan een regenfrontje, zijn er nu opklaringen. En vanavond zijn er opklaringen en dan hebben we nog wat buien die deze kant op komen. En in de nacht kan er ook wat onweer voorkomen. Dit hebben we te danken. Dit wordt veroorzaakt door een volgende ex-orkaan Danny. We hebben vorige week die vorige gehad, nu hebben we orkaan Danny. Deze orkaan die opvult tot een diepe depressie en koers zet richting de Britse eilanden en de Noordzee. Zal de komende dagen het weer bepalen in ons land. Vanavond merken we er al van. Er is een wisselende bewolking en enkele buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht nog een enkele bui. Minimum temperatuur ongeveer 14 graden. Morgen op de woensdag wordt het nog een redelijke dag. Het blijft eerst nog zo goed als droog met een afwisseling van zon en bewolking. De middagtemperaturen lopen nog op naar een graad of 20. De wind is matig tot vrij krachtig, 4 à 5 boven en langs de kust aantrekken tot mogelijk 6 uit het zuidwesten tot westen. In de loop van de dag raakt het van het westen uit helemaal bewolkt. Op nadering van een storing die in de nacht van woensdag tot donderdag regen zal geven. Later gevolgd door buien met kans op onweer. Minimumtemperatuur 13 graden. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn zeer wisselvallige dagen met geregeld buien met kans op onweer. Er kan plaatselijk veel neerslag vallen. Ook is het erg onstuimig met een soms harde tot stormachtige west- tot zuidwestenwind. En met temperaturen, ja, daar is even wennen, van 16 tot 18 graden is het ook nog behoorlijk fris. Vanaf zondag lijkt er weer herstel te komen. Er zijn aanwijzingen dat op de lange termijn het weer rustig wordt, meest droog, weer met regelmatig het zonnetje bij. Temperatuur 20 tot 22 graden bij een meer een zuidenwind. Ik hoor het al, Jannes. Ik moet de zuidwesten weer opzoeken. Ja, zo is. Ja, ja dat, die tijd komt weer. Maar dat lijkt niet dat de onstuimigheid door blijft zetten. Dat is een paar dagen. Maar het kan wel even heel nat en lenderig zijn nu. Hebben we nog kans op een Indian summer? Ja, we moeten nog niks afschrijven. We hebben september nog maar net 1 september op de kalender nu. Dus er komen vast nog wel wat mooie perioden. Maar tussendoor dan kan de herfst dus ook om een hoekje kijken, zeg maar. Ja. De bladeren beginnen straks wat meer te vallen en zo. Dus, triestig. Triestig, maar ja, het is de tijd van het jaar, hè? Ja, het hoort erbij. We hebben een prachtige zomer op zich gehad en na veel hoogtepunten komen soms ook dieptepunten. Ja, zo is dat. Dat hoort zo, hè. Dat is in Nederlandse zomer, is het zo. We hoeven niet alle dagen 30 graden. Nee, precies. Jannes, ik ga er een plaat over draaien. Voor mij niet. Nee, ik ga er een plaat over draaien. Oké. Hier komt ie. Jij weer Roy, is het regen. Hey, tot ziens, hè. Ja, hoor, daar. Doei. Gelukkig zijn woorden die open en sluit voor het andere leven. Als het werk is gedaan.